Er zit muziek in Zina Zomert en vandaag nemen we het letterlijk, want onze reporter heeft afspraak met twee monumenten van de Nederlandstalige rock. Twee sympathieke brulboeien die de komende maanden mekaars oeuvre stevig onder handen gaan nemen. De aftrap van hun tournee wordt zaterdag gegeven in Machelen. Twee iconen van de Lage Landenrock gaan deze zomer samen de boer op. Rick de Leeuw, frontman van Drukkender Kekzaligers en bekende Nederlandse Vlaming, en Stijn Meuris van Noordkaap en Monza bloemlezen drie maanden lang uit mekaars repertoire. Axel Peleman, Jan Houtekeet, Ron Ruijman en Chris de la Cour zorgen voor de rugdekking. De première van Meuris, de Leeuw en Co. vindt zaterdag plaats in jeugdhuis Shalom in Machelen. En dat is meteen hun enige clubconcert. Daarna schuimen ze de festivalmeide en plein af. Het was het gezamenlijke management dat plotseling in de agenda keek en zag van hey, Meuris gaat niet spelen wegens bezig aan een nieuw album deze zomer. En Rick had ook bijzonder veel goesting om te spelen. Waarom brengen we die twee niet samen? En kijk. Ik ben al 25, of misschien wel langer dan 25 jaar fan van Stijn Meuris. En het is de eerste keer dat ik, zonder dat iemand me lastigvalt, een lied van Stijn mag zingen. Met een schitterende begeleiding mag ik liedjes als Van God Los of Panamarenko of Het Comfort en de Beste Families zingen. En dat voelt als een deel van mezelf onder. Dus ik ken het al zo lang dat ze altijd veel eerder collega's dan concurrenten geweest. En nu mag ik het eindelijk zingen. Ik voel me vereerd dat ik het mag doen. Ik merk een bepaalde een overeenkomst, maar er zijn ook grote verschillen. Ik merk nu, als we op die repetities Keks-nummers spelen en dan meteen daarna Noordkaap-nummers, die zijn gelijk, maar ook anders. Ik merk dat wij, denk ik, iets meer rock spelen. En de Keks iets harmonischer, melodieuzer. Maar er zijn ook overeenkomsten. Er is de energie, die is veelal gelijk, denk ik. Nu klink ik heel erg melig, maar de liefde voor de Nederlandse taal. En daar iets mee doen. Ik denk dat we dat allebei wel hebben. Ik denk wel dat Stijn gelijk heeft, dat er heel veel liefde voor taal, liefde voor muziek, de grondslag ligt aan de bij elkaar nu bijna 100 jaar dat wij in de rockmuziek ronddwalen. 105 jaar. Maar dat, zo voelt het ook. Dat wegen die heel lang parallel zijn gelopen, dat die blijkbaar toch ergens kruisen. En dat is nu hier. En ik ben er heel, heel blij mee. Jeugdhuis Shalom is in een gulle bui en strooit enkele gratis duo-tickets in het rond. Wil je kans maken op een vrijkaart, mail dan naar zine@rtw.be en wie weet van in de prijzen. En er is ook nog goed nieuws voor de voetbalpatiënten. Het optreden begint pas na de EK-wedstrijd Griekenland-Rusland. Die match kan je trouwens volgen op grootscherm in het jeugdhuis.